Vandaag gaan we voor landgoederen van textiel zelf aan de slag. We weten namelijk best wel veel over Engelse landschapsparken. Jij waarschijnlijk ook. Heel veel detail zit er vaak in. Detaillering die is aangebracht door een landschapsarchitect of door een eigenaar. Maar er zit ook vaak een hele grote gemene deler in. Nou, die grote gemene delen die gaan we vandaag opzoeken. En die gaan we proberen uit te tekenen. Pak pen en papier zou ik zeggen en teken mee. Een van de fijnere werken waarbij je heel snel die Engelse landschapsstijl kunt doorgronden is, vind ik zelf, magazijn van tuinsieraden van Gerrit van Laar. Hier staat zijn naam. Die is in 1802 begonnen met een boek voor de Nederlandse markt uit te brengen. En wat hij daar eigenlijk deed was proberen om platte gronden en om bruggetjes, koepeltjes, bankjes, hekwerken en dat soort dingen om die te verzamelen. Dat noemde hij dan zijn tuinsieraden. Hij deed het niet helemaal zelf, hij zet er ook bij, uit de voornaamste buitenlandse werken, naar de gelegenheid en gronden van dit koninkrijk gewijzigd en met vele nieuwe plattegronden en sieraden vermeerderd, door Gerrit van Laar. Nieuwe uitgave met 190 platen. En er zitten dus een heel groot aantal van die platen zitten erin. Dit is er bijvoorbeeld eentje van. En hier kun je eigenlijk heel mooi zien wat hij doet. En er hoort ook altijd een beschrijving bij. Dus dit is dan de beschrijving die hoort bij plaat 7. Dit is plaat 7. Er zitten dan bijvoorbeeld dingen in als het begint eigenlijk met die beek. Die wordt als eerste wordt die aangelegd. De ganse partij is met ene beek van ongelijke breedte. Die ongelijke breedte die deden ze om de optische illusie te creëren van smal en breed en het bochtje om. Zodat je toch wel het idee kreeg van een hele mooie natuurlijke beek die oneindig lang doorgaat. Die in het midden een eiland vormt. En dat klopt hier zo. Hè? Dit is helemaal mooi, prachtig, een eiland erin. Nou, daar heb je wel wat grotere partijen voor nodig. Soms kleine eilandjes, soms wat grotere eilanden. En dan zegt hij vervolgens, de grondspecie, dat is eigenlijk gewoon alles wat uit de bodem komt om die beken te graven, die men door het schieten der beken verkrijgt, gebruikt men tot het formeren van hoogten, zowel grotere als kleinere. Nou, dat zie je hier heel mooi. Hè? Dus het idee is, je graaft een beek, hier bij nummertje B hoog je hem op, dat doe je hier zo bij nummertje D doe je dat ook. Maar dat doe je niet zomaar. Want hij zegt erbij, men moet zich van deze hoogten geen hopen adem voorstellen, maar de natuur nabootsende heuvelen, die zich zeer langzaam in de gewone hoogte des gronds verliezen en waarover de wandelpaden bijna onmerkbaar klimmende leiden. En dat klopt ook, hè? Als je in zo'n Engels landschapspark omhoog gaat, dan gaat het altijd heel flauw totdat je uiteindelijk bij een hoogte bent. En als je dan de hoogte hebt, hè, dan heb je weer zichtlijnen. Dus bijvoorbeeld naar de andere kant, of hier, of op de beek. En die gaat dan net weer het hoekje om waar jouw zichtlijn verdwijnt. Nou, dat is dan vaak de gedachte erachter. Hij brengt ook een aantal andere elementen in. Dus hier bijvoorbeeld bij E is een met gras bedekte heuvel met groen blijvende bomen en heesters beplant. Bijvoorbeeld verschillende soorten van pinus. Dat zijn densoorten. Juniperus, dat is jeneverbes. Ilex folium, dat is hulst, en zo verder. En dan heeft hij nog een partijtje met bloeiende heesters beplant bij F hier zo. Dus hij heeft ook nog, vaak zijn het graslandjes waar dan weer bloeiende heesters in komen. Wat leuk is om te zien is dat op plaat 8 dus al die verzetten van zo'n landschapspark op een heel klein stukje bij elkaar komen. Nou, het makkelijkste is om die in te kleuren. Ik heb daarvoor een aantal stiften. Ik pak zelf ook een aantal stiften, zou ik zeggen. Bruin, groen, blauw, hè, dat soort dingen doen het altijd goed. En ik begin zelf met de blauwe kleur. Ja, wat dan mooi is als je naar zo'n park als in plaat 8 kijkt, is het prachtig om te zien hoe die zeg maar het laat golven en hoe die dan elke keer een ander hoekje creëert bij de vijver. Zie je dat? En prachtig daaromheen. En dat hij dan vervolgens naar een soort van slingersloot verder gaat. En die lijkt dan oneindig door te lopen. Dat doet hij niet. He, waar je ook bent in het park lijkt hij oneindig door te lopen. Maar hij stopt hier echt helemaal aan het einde.
En zelfs als je op de brug staat, dan denk je nog van hij gaat oneindig door. En dat heeft ermee te maken dat hij er iets inbrengt. Dat vind ik zelf wel leuk. En dat zie je vaak met rhododendrons. Dat hij het zicht gaat proberen te blokken. Nou, dat is precies wat hij hier zo gedaan heeft. Hier heeft hij precies het zicht geblokt. Waardoor je het idee hebt, hij gaat het hoekje om en dan stroomt hij nog verder. Die mooie beek die er is ingelegd. Maar niets is minder waar. Hij stopt gewoon om het hoekje. En dat is het dan. Ja, verder wat hij dan natuurlijk doet, is hoogtes creëren. En, hier is hoogte A. Heel mooi, hè? Kijk, dat is een mooie hoogte. Hier is hoogte C. Nou ja, precies wat we net al zagen. Dat is mooi om te zien, is die hoogtes die hebben een hele lange aanloop. En die begint maar liefst, begint die helemaal hier. En dan kun je hem eigenlijk zo mooi volgen, hè? Zo. Je kunt die assering volgen. Deze kant op. Hupsakee. Zo. En moet je kijken hoe, wat een grote aanloop die heeft. Hier, idem dito. En dan gaat zelfs helemaal deze kant op, zo. Dan gaat hij hier langs. Hupsakee. En dan die kant op. Dus moet je nagaan wat voor enorme ballichamen erin worden gelegd. Nou, wat je hier ook mooi ziet, hè? Je kunt van A kun je naar C kijken, maar van A kijk je ook over het water uit. Dus nou, dat is vrij bijzonder, zeg maar. Hoe die dat erin legt. Hoog en laag en datzelfde geldt voor de wandelpaadjes. En dat kun je dan heel mooi zien. Hier hebben we lage wandelpaadjes. Vervolgens ga je het hoekje om, dan klim je al, dan klimmen. Naar hoogte A. Datzelfde geldt helemaal onderlangs. Hè? Dus je kunt helemaal onderlangs lopen op een soort van... het is een soort van helling van een heuvel. Datzelfde geldt hier. En dan ga je naar de brug. Dan ga je bij de brug weer omlaag. En dan ga je de brug op, ga je weer omhoog. Hier ben je weer laag. En dan ga je hier eromheen. En dan ga je hier... je gaat vanzelf weer klimmen. Klimmen. Totdat je weer op hoogte C bent. En dan hier weer naar beneden. Nou, en zo. En zo verder. En als je in een Engels landschappark loopt, moet je maar eens kijken. Het is prachtig hoe je dan van hoog naar laag gaat. En hoe daarmee gespeeld wordt. En hoe je elke keer dan weer het hoekje omgaat. Zo kom je dan ongeveer uit. Een ander iets wat ze inbrengt is die weilanden. En de weilanden, ja, we hebben ze al gezien natuurlijk. We hebben het ook net al eventjes over gehad. Maar als we ze asseren, hè, dan is het heel mooi om te zien van... Oh ja, hier zit een weiland. Zo, huppakee. Dit is eigenlijk ook een groot weiland. Hier zit nog een weiland. Zo, deze kant helemaal een weiland, heel mooi zo, hè? Je wandelt er helemaal langs. Dan krijg je daar in één keer weer gesloten. Het is de hele tijd spelen met open en gesloten. Hetzelfde geldt voor hier. Dan zie je wat voor vormen die je erin brengt. Het zijn hele mooie ronde vormen. En dat gaat maar door, overal ronde vormen. Zo, nou, dit is een beetje een half weiland zullen we maar zeggen. We brengen hem toch in. Kijk eens. En om het dan af te maken, is het heel belangrijk nog om te kijken naar de bosranden. Nou, dat zie je hier zo prachtig. Kijk, hier zie je zo'n hele mooie bosrand. Hier zie je ook een hele mooie bosrand. Het zijn allemaal bijna halve maandjes, hè. Perfect in de ronding. Hier ook perfect in de ronding. Sluit heel mooi aan op die graslanden en op de wandelpaden. Het is prachtig om te zien hoe die dat... hier zit er ook eentje. Zo aan de voet van de berg. Hier zo. Ja, het is prachtig om te zien hoe het werkt. Dat hier met heel veel mooie rondingen... dat hele mooie boswallensysteem inbrengt. Achterlangs. Nou, als je deze... Hier is er ook nog eentje. Zo, heel mooi de weg over. En die sluit dan hier zo aan... Of waar hij probeert te blokken. Waar hij de vijver laat, de slingersloot laat blokken. Nou, je moet zelf maar eens kijken. Je kunt ze downloaden op onze website. Je kunt dan ook eens mee proberen te tekenen. En kijken wat hij doet. En een mooie test is altijd. Als je hem omdraait. Ja, dan zie je eigenlijk precies alle rondingen die hij moet hebben. Hè? Je ziet hier zo de slingervijver. Hoppakee, naar het grotere slingermeer noem ik het maar eventjes. En je ziet precies al die rondingen. Het is mooi om te zien als je geen steunlijnen meer hebt. En je hebt hem zo gedaan. Ja, wat er dan uitkomt.
En pas als je hem zo doet, dan zie je eigenlijk precies de lijnen die hij heeft geprobeerd te pakken. Ik hoop dat ik jullie hiermee op een hele mooie, snelle manier inzicht heb gegeven. De detaillering is natuurlijk een ander verhaal, daar hadden we het in het begin net al over. Maar die komt vanzelf. Als je deze snapt en je kijkt ernaar, dan kun je de rest zo vanzelf invullen. Mijn naam is Martijn Horst, specialist erfgoed. En bij Landschap Overijssel. En dit is een onderdeel van Landgoederen van Textiel. Je kunt ons volgen op onze projectwebsite. En dan hebben we veel meer van dit soort vlogs. En nemen we je mee in ons onderzoek. En je kunt zelf aan de slag. Succes!